Alexander, het eind van de zomervakanties dient zich aan. Voor een aantal regio's al. Tijd om eens te kijken waar gaan we naartoe komend najaar. Ja, het wordt denk ik een pittig najaar. Want coronamaatregelen zijn nog steeds geldend. Dat zullen we ook allemaal gemerkt hebben op onze vakantieadressen. En daar moeten we als CBR natuurlijk rekening mee houden. En ik ben heel blij hoe we dat de afgelopen tijd ook samen met de reisschoolbranche hebben gedaan. Ik zie dat iedereen het echt serieus neemt. Dat doen we als CBR. En ik ben ook heel blij dat heel veel opleiders de ernst daar ook van zien. Ja, nou is het nog steeds zo. We hebben afgelopen week de persconferentie gehad. We mogen nog niet helemaal open bij de theorie-examens. Toch zien we wel dat daar behoorlijk wat examens afgenomen worden. Ja, vooral extra, hè, want dat is het belangrijkste, dat we inhalen de achterstanden van het voorjaar en ook nog het deel wat we van de eerste lockdown vorig jaar hadden. Maar je ziet nu zo'n 100.000 extra theorie-examens hebben we afgenomen, 10.000 bijna extra praktijkexamens. En dat betekent dat we mooi bijblijven en dat ook de reserveringstermijnen, en ik hoop ook dat dat het beeld is in de branche zelf, dat die eigenlijk wel meevallen. Hè. Je ziet vaak grote uitschieters in de grote steden. Maar dat valt op dit moment mee. Oké, dat is hartstikke goed nieuws eigenlijk. Ja, dus maar wel om, hè, het gaat gestaag, maar we moeten wel opletten. Want ik weet, er zijn veel ideeën van, klopt dat nou wel, die honderdduizenden? Maar dat zijn wel de voorspellingen. Dat als dadelijk jongeren weer hun bijbaantje hebben na de zomer, toch ook weer het gevoel hebben, ik start aan een opleiding. Ja, dan kan het zomaar opeens, en dat zal ook in de branche gelden, tot extra vraag leiden en daar moeten we op voorbereid zijn. Ja. Je hebt in het voorjaar opgeroepen om aan de branche om het slagingspercentage op te krikken, hè? Dat ja. Meer kandidaten slagen. Hoe ziet dat er nu uit? Nou, het schommelde traditiegewijs een beetje tegen rond de 50%, maar nu de afgelopen week 55%. En ja, dat is echt de verdienste van de branche. Ik bedoel, wij hopen daarop, we hebben natuurlijk ertoe opgeroepen. Maar daar ben ik wel ontzettend trots op en heel blij, want dat betekent gewoon dat we sneller kunnen inhalen. Ja, want als je nou kijkt naar het komend najaar, hè, wat verwacht je dan? Op dit moment zijn de reserveringstermijnen binnen de termijnen, ja. Hè, binnen afgesproken weken. Maar hoe kijk je naar het komend najaar? Ja, dat zal allemaal afhankelijk zijn van hoe ontwikkelt de economie zich. Hebben mensen die in de horeca een baantje verloren hebben, maar misschien nu toch weer hebben het geld om te gaan lessen? Ja, ik blijf gewoon voorzichtig, want liever maar even wat strenger in de maatregelen dan dat we jarenlang in de problemen zitten. Maar wat ik elke keer genoemd heb, de paardenmiddelen, hè, de tussentijdse toets, de leeftijd van 18, daar vooralsnog hoeven we die niet in te zetten. Dat is een verdienste van branche en CBR samen. Ja, want wij zijn volop bezig met het werven van nieuwe examinatoren. Ja. Hoe loopt dat? Dat gaat goed, maar het is niet makkelijk. Je ziet in heel veel branches, ik denk dat dat ook voor opleiders geldt, dat wil je goede vakmensen met de juiste papieren binnenhalen. Ik heb laatst zelf een dag meegedaan in zo'n sollicitatieperiode. Nou, dat is stevig. Moet je ook een rollenspel doen. En je moet aan de ene kant de rust en het overwicht. En aan de andere kant moet je natuurlijk empathisch zijn en een beetje invoelend in kandidaten. Maar gelukkig, de klassen zijn gestart. 22 mensen nu, 40 voor de volgende klas. Met uiteindelijk als doel er meer dan 100 collega's bij te krijgen. En ik heb er liever een paar te veel dan dat we de komende maanden elkaar aankijken en zeggen, daar zat het probleem. En wanneer gaan we dat merken? Nou ja, een opleiding bij ons duurt 3 maanden intern. Daarna word je nog een tijd begeleid. Dat betekent ook dat iemand uit onze productie je moet begeleiden. Dus dat gaat ten koste van. Maar ik hoop toch wel dat we volgend jaar de eerste effecten zien van meer examinatoren bij het CBR. Oké, 2022 gaan we het voelen. Ja, gaan absoluut. En tot die tijd is het een uitdaging voor alle kandidaten, alle rijscholen die examens willen plannen, die hun examen willen doen. Wat is jouw oproep? Nou, mijn oproep is, laten we ons ook niet van de wijs laten brengen. Want ik zie ook soms in de media van die schreeuwerige berichten van het CBR is er niet klaar voor. Of toch weer ook over de kwaliteit van de branche. Jullie kennen me. Ja, ik heb wel eens kritiek op de rijschoolwereld. Ik zeg er ook altijd bij, er zijn heel veel goede rijscholen. Maar je ziet dat in de media dat dan weer vaak leidt tot rare berichten. En ik denk, we zijn nou juist goed bezig. En wij willen als CBR samenwerken met die branche. We zien dat ook serieus aan die kant wordt opgepakt. Dat men ook probeert om
meer samen te gaan werken met de brancheorganisaties. En laten we ons dus vooral niet laten afleiden wanneer er soms wat ongenuanceerd in de media over ons allemaal wordt gesproken. Helder, helder. Het najaar is natuurlijk ook, in het voorjaar heeft commissie Roemer het rapport uitgebracht over de verbetering van de rijopleiding en de examens. Hoe staat het daarmee? Is er nog iets... Nou ja, het is bijna net als vragen, wanneer krijgen we een nieuw kabinet? Volgens mij was het 14 april dat het rapport gepresenteerd werd door Roemer. Wij als CBR zeiden, nou voor 80% kunnen we ons helemaal vinden in de ideeën die daarin staan. Het kwam ook voort natuurlijk, laten we dat niet vergeten, uit het initiatief Samen Sterk van de branche zelf. Maar ik zou wel willen dat los van of er nou een nieuw kabinet komt, dat het een beetje begint een vervolg te krijgen. Nou, heb ik begrepen dat op het ministerie men ook echt nu met een ambtelijke werkgroep bezig is om het rapport te vertalen naar wat betekent dat dan voor nieuwe wetgeving of beleid. Maar ik hoop wel heel erg dat we elkaar rond de kerst kunnen aankijken en zeggen, nou, dat rapport is niet in een la verdwenen, daar gaat nu echt wat mee gebeuren. Ja, want ik begrijp ook dat CBR samen met de rijschoolbranche wel continu Roemer in levend houdt. Ja, en dat is ook hard nodig. Ik zei net al, ik heb best wel eens kritiek. Maar ik vind dat het is net als examinator, is opleider een echt beroep. En dan moet ook een gezonde boterham te verdienen zijn. En nou ja, ook dat gedoe over wat is nou een examen of een opleidingsuurprijs of wat een. Het is een serieuze opleiding. Dat berekenen wij, dat berekent de branche. En dat mogen we met z'n allen ook best wat meer uitdragen. Ik krijg wel eens zelfs ouders aan de lijn die zeggen, ja, maar ik ben al 1000 euro kwijt. Ja. Dat snap ik, want een goede rijopleiding kost gemiddeld 2500 euro. En dat is veel geld. Ja, maar ja, je hebt er wel heel je leven plezier van. Dus zo is het. Dus wij gaan op weg naar een najaar vol hoop. Vol hoop. Open naar elkaar, kritisch naar elkaar, kritisch naar mij, mag ook. Maar vooral er samen voor staan en laten zien. Ik zeg het altijd, makkelijker kunnen we het niet maken, veiliger wel. Dankjewel.